Hij is zonder zijn geschorste topschutter Webers, moet van in het begin de wet van de sterksten ondergaan. Nog binnen het kwartier krijgt Lionel Loort de kans. De Nederlandse aanvaller van Eendracht Aalst besluit, alleen voor doelman Ori Slagers nipt naast. De thuisploeg steekt halverwege de eerste helft even de neus aan het venster. Het zwak schot van Stijn Janssen zorgt nauwelijks voor gevaar voor doelman van de Noordgaten van Aalst. Een goed georganiseerd Heist kan het Aalsters doelgevaar wel beperken. Een schot van Podevijn bij Zwart-Wit is op het half uur zowat het enige het vermelde waard. Vlak voor rust is er nog een kopbal van Seming voor Aalst die overgaat. Aan de rust is het 0-0. Ook na rust is het meestal een eenrichtingsverkeer richting Heistse doelman Olieslagers. De knappe aanval van Eendracht Aalst wordt besloten met een al even knap vluchtschot van Podevijn. De bal gaat maar net over. Een doelpunt voor de Ajuinen zit er al een tijd aan te komen. Zeker als weer Lionel Loort alleen voor Olieslagers opdaagt. De doelman van Heist is echter attent. In het laatste kwartier is er een hoekschop voor Heist. En Jan Hendricks kopt tegen de gang van het spel in, binnen. 1-0 voor de thuisploeg, de verrassing is compleet. De frustratie bij de talrijk meegereisde Aalst-supporters is groot. 8 minuten voor tijd kan aan de overkant Wouter Moreels toch de gelijkmaker voor Aalst binnentrappen, maar het doelpunt wordt afgekeurd omdat Moreels buitenspel staat. De sfeer langs het veld is nu gespannen, maar loopt mede door de aanwezigheid van de politie niet uit de hand. Heist wint met 1-0 van Aalst en blijft daardoor samen met Ruppel Boom aan de leiding. Schitterend natuurlijk. Voor de heenwedstrijd was het juist hetzelfde. 5 minuten voor tijd. Nu denk ik dikke 10 minuten voor tijd. Hard bevochten match, absoluut. Ik denk, balbezit was wel voor alles, denk ik. Maar echt heel gevaarlijke kansen en uitgespeelde kansen hebben ze ook niet gehad. En we hebben juist dan ons kans erin getrapt en ideaal.